Jurgen Seder stapt over naar de NVA. De deelbekenaar verliet vorig jaar het Vlaams Belang omdat hij zich niet meer kon vinden in de koers van die partij. Nu staat hij op de zesde plaats van de NVA-lijst in Deelbeek voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Jurgen Seder was goed bevriend met Frank van Hekke. Toen die vorig jaar het Vlaams Belang verliet, stapte ook Seder uit de partij. Daarmee verloor het Vlaams Belang niet alleen zijn voorzitter van de Senaatsfractie, maar ook het hoofd van de juridische afdeling van de partij. Intussen heeft Seder onderdak gevonden bij N-VA. Op 14 oktober staat hij op de zesde plaats op de NVA-lijst in Dilbeek. Die wordt getrokken door Vlaams parlementslid Willy Segers. Op twee staat Diane van Hoven en op drie uitredend gemeenteraadslid Steen Frank de Dobbeleer duwt de lijst. In Opwijk trekt Albert Berens de open VLD-lijst. Albert Berens was van 2001 tot 2004 burgemeester in Opwijk. Zijn partij maakte toen immers nog deel uit van een bestuursmeerderheid met de CDV van Lutgaard van der Borcht. Op twee staat Vera de Koster en op drie William Engels. Pierre van de Velde is lijstduwer. En in Lennek wordt Heidi Elper CDV-lijsttrekker. Zij is adviseur van minister Steven van Akkeren en zit al 18 jaar in de gemeenteraad. Yves de Mulder staat op de tweede plaats. Lieve Surens vervolledigt de top drie. Piet van Temse, de voorzitter van de Borenbond, staat op de voorlaatste plaats. Lijstduwer is oud-burgemeester Henri van Eekhout.